Ja, lieve mensen, ik zou u graag in alle rust willen welkom heten bij de Honden- en Kattenkast. Want de komende maanden ben ik, Eveline Bruin, in gesprek met bekende honden- en kattenbaasjes. Uh, maar uh, we hebben allebei onze honden mee, mijn gast en ik. En uh, die van mij, uh, die misdraagt zich alweer. Dus als u gewoon een keer een blaf of een grom of iets dergelijks hoort, dan is het de mijne. En die misdraagt zich. Ah fijn. Um, ja, honden en kattenbaasjes die raken natuurlijk niet uitgepraat over hun geliefde maatje. Dit is niet alleen een podcast, maar ook een vodcast en dat betekent dat als je naar YouTube gaat, dat je dan via het kanaal van Pet's Place deze vodcast ook kunt bekijken. Maar je kan natuurlijk ook gewoon luisteren. Vandaag zijn wij in de prachtige provincie Utrecht bij een zeer bijzondere vrouw waarvan ik nou, bijna de lieve heer op mijn knieën wil bedanken dat ze eindelijk tijd voor ons heeft. Wij kennen haar als goedlachs, maar zeer kritisch jurylid van heel Holland Pact. Als schrijfster van kookboeken. En ja, mensen, er komt ook weer een nieuwe aan over een poosje, want ze heeft het druk. Uh, en we zien haar vaak gemoedelijk aan de arm van André van Duin als ze samen Denkend aan Holland presenteren. En dan is het je misschien ook wel opgevallen dat ze haar haarige vriendin Naan altijd bij zich heeft. De celebrity dog die door beeld wandelt. Ja, je hebt gewoon een echte ster, ja. Jannie van der Heijden. <laughs> ja. ja, dat vindt ze zelf ook wel hoor. Ja, heeft ze ster nou, nee, maar ze vindt het wel leuk alle aandacht. Ja? Ja, dat vindt ze wel leuk. Ja. 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 Naan is een tackle. Naan nou, is een tackle. Ja, wat kan je over haar vertellen in het kort? Naan nou, is een beetje mijn schaduw inmiddels. Um, ik heb Naan gekregen toen ze twee was. Of gekregen, oh. ja. Nou, toen is ze bij me gekomen. Uh, daarvoor zat ze in een kennel. en Ze was niet uh, de meest geliefde hond in de kennel. Oh. Omdat zij eenling was. Ze was de enige uit nest. Dus alle andere honden die hadden best wat moeite met haar. Of althans, ja, dan ben je de klos. Wat dus, Ja, dus daarom is ze voor dominante honden... trekt ze zich altijd terug. Ze oh, zal ja. zelf niet... Uh... Vandaar dat ze dus nu in een hoekje zit. Omdat ja, dat ze dan denkt van... Al, uh... Ja, denkt ze, nou, het is wel goed. Ik uh, laat me niet uit de tent lokken. Nou, ze zal het conflict zelf niet opzoeken. Nee. En nou uh, weet ik, omdat ik zelf ook een tekkeltje heb... dat er eigenlijk drie soorten tekkels zijn. Ja. Uh, in de zin van grote. Dus ja. een gewone tekkel en dan heb je een dwergtekkel en een kaninchen. en naan is dus standaard de, groot, is de, de grote de grote ja en dan uh, heb je nog de haren ja en dan heeft zij nog iets bijzonders zij heeft een speciale kleur merle heet dat uh, en dan uh, dus dat, dat is gemengd uh, gevlekt. tijger noemen ze het ook wel eens en dan ook nog in de kleur chocolade ja. dus <laughs> ja ze is prachtig. prachtig ja ze is echt prachtig. Die kleur, die is mooi. En, uh... en mooie ogen. Maar dat vind ik sowieso bij tackles. Ja. Tackles kijk je aan. Zeker. Ja. Ja, en bij honden moet je natuurlijk altijd zorgen dat je wint. Hè? Heb je ook wel eens zo'n uh, zo down wedstrijdje? Ja. 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 En dat, uh, ik had met mijn vorige tackle, uh, ik heb hiervoor ook een tackle uh, gehad. Die had nog wel eens de neiging van, ik win van jou. Dus die, ja. uh, die bleef het langer volhouden. En na denkt denk dan, oké, okay, die kijkt dan zo weg. Uh, ja. weg. ja. Ja. Is dat uitzonderlijk voor een tackle? Want ik ervaar mijn tackle als een vrij pittig hondje. Uh, zij dat dus is inderdaad ook lang. kijkt. Ja, maar zij is uh, eigenlijk heel erg makkelijk. Zeker voor een tackle. Want nou ja, ik heb altijd bassets of tackles gehad. Ja? Dat zijn altijd karakters. En zij is eigenlijk heel makkelijk. Ze volgt me, ze loopt los. Uh, als ik ze uh, roept, dan komt ze. Uh, ja. ja, ze is heel makkelijk. En is dat dan doordat zij in die kennel al een beetje opgevoed is? Of... Weet ik niet. Of, uh, ze is vanaf dat moment eigenlijk mijn schaduw. Ja. Dat ze raakt in paniek als ze me niet ziet. En uh, ze heeft twee vaste oppassen. Ja. En daar voelt ze zich uh, prima bij. Dat weet ze dan ook al: van ik loop naar binnen. Ja. En dan uh, ook, oh, ik moet blijven. Maar zodra <laughs> ik daar haar op kom halen, dan staat ze binnen een seconde ook bij de deur van me gaan. Dan ja. is niemand meer een blikwaardig. We gaan. Ja, jij bent het. Misschien ziet ze jou wel als een beetje een redder dan uit die. Uh, ja, uit dat, die dat hebben mensen wel eens gezegd. Uh, ja. Ja, ja. Mooi. Daarom zijn jullie, is hier eeuwig dankbaar. Ja, ik haar ook. <laughs> ja? Ja, nee, ik vind ja, het. Is, het is gewoon een ontzettend lieve hond. En uh, het feit dat ze zo makkelijk is, overal mee naartoe kan, het is echt een maatje. Ja, ja. ja. ja dan is het echt een. Uh, ja. Een, een vriendschap. hè? Ja, of, ja. ja. En is het dan meer? Want heel veel mensen zeggen ook: het zijn net mijn kinderen. Ja, dat zeg ik ook wel eens. Ja. Kom met mijn mama. <laughs> oh, Jannie. Je hebt er toch niet gebaard? <laughs> Nee. Ah, nee, maar nee. dat snap ik wel. En zij snapt dat volgens mij ook. Ja, ja, dat denk ik wel. Ja, <laughs> fantastisch. Nee, maar ik ben wel wat strenger tegen haar dan tegen mijn kinderen, denk ik. Ja, okay. ja. Uh, om even uh, mijn, mijn ja, het is een vraag die ik aan iedereen stel: of ze nou honden of katten hebben. Honden of kattenmens. Ik heb jou al gehoord over meerdere honden. Dus ik ja, ik ben een echt hondenmens. Uh, ik heb vroeger uh, ook katten gehad. Maar ik ben een echt hondenmens. Ja. Ja. ja, hoe komt dat? Waar zit dat in? Uh, ik denk de communicatie met een hond, het, 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 het meegaan, uh, het, het, het kunnen spelen met een hond. Ja. Dat heb je denk ik minder met een kat. Ja, dan kan je een balletje gooien. En een kat is denk ik iets eigengerijder dan een hond. Een hond hangt meer aan de baas, terwijl een kat veel autonomer is, denk ik. Ja. Is naam vrolijk of... Opvliegend? Nee, nee. Nou ja, hoe kun je het vrolijk noemen? Ze is in ieder geval. Uh, ze is altijd uh, heel gelijkmatig. Ze is zeker niet opvliegend, alleen als een hond er dwars zit. Ja. Dan kan ze boos worden. Hoor je ja. dat? <laughs> een sloper of een slaper? Slaper. Een waker of een jager? Uh, beide wel. Wat zou ze meer zijn? Uh, waker, denk ik. Ja. Een mensenhond of een dierenhond? Mensenhond. Kinderen of volwassenen? Volwassenen. Hoewel kinderen ook wel babytjes, vooral. Ja? Ja, Wie stolle baby's. Ja. Ja. Knuffelaar of liever in de bench? Nee, knuffelaar. Binnen- of buitenhond? Uh, het liefst buiten, ja. Het, ze vindt het allerfijnst als de deur uh, de hele de dag open staat. Kan ze ja. naar buiten en naar binnen, ja. ja. Sportief of lui? Lui. Mand of bank? Uh, beide. Ja? ja Mags op de bank? Ja, 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 ik heb dat gedacht uh, tegen te kunnen houden, maar uh, dat is me niet gelukt. Nee. Nee. Nou is ook niet zo erg. Dus. Nee, ik vind het ook wel gezellig. Ja. Uh, en dan uh, bank of bed. Uh -huh. <laughs> <laughs> ja, nou, dat dan. heb ik dus ook heel... Ik heb uh, het <laughs> heel lang volgehouden. Totdat ik op een gegeven moment... Toen had ik uh, een ik had brandalarm in, uh, in, in huis. En daar was uh, de batterij van op. En het gaat enorm piepen. Ja. En dat was op de plek waar zij haar bench uh, had. Want ze ging s'nachts altijd keurig in de bench en toen dacht ik ja ik kan er niet beneden laten bij die piepende Ik kon er niet bij want het ding was heel hoog dus uh, ik dacht nou ik neem haar mee naar boven yeah. dus eerst nog op kussen halverwege de nacht in bed de volgende dag echt ongelogen ik wilde het licht daar doen naar de, naar de bench nou ze was al bij de trap yeah. en het is nooit meer overgegaan ze wilde nooit meer die bench in <laughs> Ook gezellig. Ja, dus toen dacht ik, nou ja, daar gaan we principes. Het ja. is dus de eerste hond overigens die, die in bed... Uh, ja, uh, ja. Alle, Andere Alle honden heb ik het je... altijd keurig uh, weg kunnen houden. Ja. Ja, ja tackles die doen wel wat met je, hè? Ja. Hoe ja. kan dat? Wat is, dat nou, wat is er nou zo speciaal aan een tackle? Ja, ik denk, tackle mensen blijven ook altijd tackle mensen. Als ja? je één keer een tackle hebt gehad. En ik heb wel eens de uitspraak gehoord... Um, een tackle is de enige hond die het ego van de baas aankan. Oh, is dat het? Ja, hey, heel okay. veel kunstenaars hebben ook uh, tackles. Uh, Picasso had een tackle. Ja, yeah. ja. Kijk, ze willem had een tackle. <laughs> nee, dus dat is En die Warhol had ook. Ja, ja, uh, yeah. ja. Yeah. Yeah. Oh, wat grappig. Dus zou het iets met creativiteit aan dat kunnen? Zou best maken? kunnen. ja. Yeah. Yeah. Leuk. Um, even over jouw leven met name. Want je neemt er natuurlijk heel vaak mee naar, ja. uh, naar allerlei dingen. Ook als je aan het werk bent. Mm -hmm. Daar kunnen wij ook lekker van mee. Genieten, ja. uh, op televisie. Maar in een. In, ja, ik denk dat er bij jou geen één dag normaal is. Maar hoe ziet jou, jouw wandelpatroon met haar eruit? Uh, uh, ik ga gemiddeld drie keer per dag met haar uh, met wandelen. Onafhankelijk van of ze meegaat. Ja? Ja. Ja, ik ga in ieder geval drie keer per dag. Uh, en uh, de dus ochtends, dan ergens uh, rond de middag. En s'avonds, maar soms ook nog wel een keer extra tussendoor. Ja. Ja. Ik had uh, toen ik um, bezig was met uh, de aanschaf van een tackle. naast een uh, vrij actieve herder. Ja. Ja. Uh, dacht ik wel, oh, maar misschien is dat wel allemaal, allemaal gedoe met, uh, met uitlaten. omdat die tackle veel minder kan. Maar nou, er stond en, het in die ja. beschrijvingen ook wel van. vergis je niet in een tackle. Ze zijn heel actief. Ja. ja. Ze kunnen ook best... Uh, ze hebben een lang uithoudingsvermogen. Ja. Dus ze kunnen echt wel, uh, wel wandelen. Als zij op een gegeven moment er genoeg van heeft, gaat ze zitten en dan kijkt ze van... Ik vind het genoeg. Oké. Okay. En dan moet je dus even aan de, de riem trekken en dan gaat ze wel weer. Het liefst loopt ze los. Maar ja. hij mag niet overal, Nee. Hè? Niet meer in alle natuurgebieden. En zeker in de nee, broedseizoen niet. Uh, maar het liefst loopt ze los. Ja. ja. En heeft ze dan ook wel eens, uh, misschien ook toen ze wat jonger was of zo... In, uh, is ze wel eens ergens achterna gegaan, achteraan gegaan? Of is dat jachtinstinct gewoon helemaal. Nou ja, ze, ze ruikt het wel. Ja? En uh, dan zie je ook echt dat ze sporen. Maar als je er roept, dan, uh, dan komt ze. En de laatste tijd heeft ze uh, een enorme aantrekking. Althans, heeft water op haar een enorme aantrekkingskracht. Ja. Als dus, uh... ze gaan zwemmen. Ja. Te gek. Ja. Ja. ja, maar dus ik moet heel erg oppassen als we ook met de boot weggaan. Dat is niet een waterspringt. Uh... Oh ja, dat is natuurlijk ja. wel. Uh... Ja. Ja. Oh het geesten. En ik heb begrepen dat je er een keer een stappenteller om hebt gedaan. Ja, dat is. Nou ja, dat vond ik een fantastisch uh, uh, project uh, van van een dierenarts. Ja? Die benaderde mij op een gegeven moment en uh, omdat het, het, het is voor beide. Je weet dat je hond voldoende ja. stappen maakt. Dus je kunt uh, lengte, gewicht, et cetera. Uh, allemaal opgeven wat voor type hond ja. het is. Hoeveel stappen zou zo'n hond moeten. Uh, Hoe weet uh, lopen. je dat dan? Daar hebben de zij de allerlei speer. tabellen, tabellen al voor. Gehad, ja, ja daar hebben zij tabellen voor. Uh, maar tegelijkertijd is het ook zo dat mensen veel te weinig lopen. Ja. Dus als jij uh, die stappenteller. Aan de riem van ja. de hond hebt. dan uh, kun je zien. Oh, dan krijg je meteen een dorpje telefoon. Je moet uh, nog duizend stappen uh, lopen vandaan. En het gekke is dat mensen het voor zichzelf niet over hebben, maar, maar voor wel de voor de hond. Ja. Merkte jij dat ook? Nou, dat of... je denkt, oh nee, ja, dat je zelf denk je, nou, dat komt morgen wel. Maar bij je hond denk je, oh, maar zou die nog moeten lopen? Nee, dan ga ik nog wel even een extra rondje. Ja, ja. ja. dus het werkt bij het jou werkt al. al. Ja. Nou, Naan gaat dus vaak mee uh, naar je werk. En kom, piep je er dan ook wel eens tussenuit om even. Nou, meestal voordat ik uh, weet dat ik uh, in de studio moet zijn, want ze ligt in de studio bij Max, ligt ze gewoon naast me. Ja. Uh, dan loop ik even een rondje met haar. Maar ja, ze is daar zo aan gewend dat ze weet al precies waar ze moet gaan liggen. Ja. En ze heeft eigenlijk, ze doet zelden iets uh, in huis. Als ze al een enkele keer een plasje in huis heeft gedaan, is dat meestal protest. Ja. Ja. Is het ergens niet mee eens? En waar maakt zij zich uh, dan druk over? Waar is ze het bijvoorbeeld niet mee eens? Nou, te uh, uh, veel aandacht naar anderen. Te veel mensen over de vloer uh, die uh, geen aandacht voor de hebben. Dan heeft ze echt wel zoiets, maar ik ben er ook. Het is ja. mijn huis. <laughs> ja. Prachtig, hè. wat een karakter. Ja. Wat is jouw favoriete uitlaatplek voor naam? Is dat een bos? bos. Of een, uh, bos. Ja, ja. 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 Ja, dat vind ik het, uh, het lekkerst voor haar ook. Zij, heeft, uh, ook. zij heeft een hekel aan de stad. Uh, mijn kinderen wonen allebei midden in Amsterdam. En als ik daar dan ben, dat vinden ze helemaal niet leuk nee. om daar te, uh, te lopen. En zij plast ook het liefst op gras. En uh, als ze iets uh, anders moet doen, dan moet het het liefst in een bosje. Oh ja, dus ze wil dat helemaal. Uh... Ja. Oh ja, dat is ook wel weer geinig. Want dat heeft hij van mij. Nou ja, je zag het. Toen, ja. uh, toen na een tandkork. Het had ik gelijk even. Ja. Uh, toen heb ik, uh, waarvoor dank. Uh, even een poepzakje <laughs> van je mogen, mogen lenen. Um, ze is niet heel snel overprikkeld of iets dergelijks. Behalve dan de stad. Maar ja, dat Nee, maar dan, dan trekt ze zich ook terug. Uh, nee, dan trekt ze zich terug. Ja. Nou, ik noemde Naan al uh, de celebrity dog. Ja. Ja, dat komt ergens vandaan, hè? Ja, ze heeft een eigen Insta-account. Ja. <laughs> hoe <laughs> heb je dat nou toch weer gedaan? Ja, nou ja, omdat heel veel mensen uh, allemaal zo sterk op haar reageerden. Ja. Dacht ik, nou, dan moet ze gewoon ook de eigen Insta-account hebben. En ze heeft ook echt fans. Fantastisch. <laughs> ja. Moet ze ook handtekeningen uitdelen? Nee, maar het is wel zo dat als ik ergens kom en ik heb er niet mee, dat mensen zeggen, maar waar is Naan? Waar is Naan? Iedereen ja, ja. weet ook oh, ja. hoe ze heet. Ja, grappig is dat. Hè? Ja. En uh, heb je dat dan... Beheer je dat ook helemaal zelf, die Instagram Ja, of dat ja, Oh nee, dat ja, doe hartstikke ik. leuk. Ja, ik zou zelf daar wel wat meer tijd voor willen hebben. Maar ja, dat komt gewoon niet van. En um, nou ben jij natuurlijk zelf altijd met voeding bezig. Ja. Uh, geef je haar ook wel eens uh, mensen dingen? Of uh, hou je het echt dat er iets valt in de keuken? Of, uh, ja, ja. Zij, dat, uh, dat is zelfs heel erg. Zij hoeft maar een snijplank te horen. En ze staat al naast me. Dus uh, dat zeggen ze wel eens van tackles, Als je ze roept, dan komen ze niet. Maar doe heel zachtjes de ijskast lopen en ze ja. staan naast je. Um, ze krijgen geen dingen uh, um, als uh, uh, gekookte restjes of zo. Nee. Dat krijgt dat nee. ze niet. Ze niet met groep mee, zeg maar. Um, nee. Maar uh, stukjes worst en kaas, daar is ze dol op. Ja. Ja. En ik zie aan je gezicht dat je die ook wel met haar deelt. Ja, en als ik haar moet paaien, dan zijn blokjes kaas, die doen het heel goed. Ja. Ja. Heeft ze veel, uh, of dan wel, speelgoed? Nou, het enige speelgoed wat ze heeft, want een bal begrijpt ze niet, dat is, denk ik, omdat ze zo lang in die bench gezeten ja. heeft, dat ze daar niet, ze is niet uh, mee opgegroeid. Nee. En dat kan ik ook niet. Dan kijkt ze me aan van ja, bal dus. <laughs> maar waar ze dol op is, dat zijn allerlei piebeestjes. Oh, ja. En die moet dood. Ja, ja dan moet Als eerste moet het piepertje eruit. En uh, dan wordt gewoon het hele beest in stukken ja. ja. Ik ja. vind dat dus altijd een beetje spannend. Ik ben altijd bang dat ze dan ja, niet Het gekke er, is dat ze dat er gewoon echt heel snel uithaalt. En dan pak ik het <laughs> ook af, dat ja. piepertje. Dat vind ik dan ook eng. Um, maar dat is eigenlijk de ene waar ze heel blij mee is. En botjes. Botjes, botjes. Ja, gewoon ook, lekker, botje, uh, ja, lekker botje. botje. Vroeger kreeg ze het, trouwens... Dat was wat ze in de kennel kreeg. Kreeg ze food. Oh ja? Ja, en uh, zelfs uh, kippenkarkassen. En daar werd ik een beetje nerveus van. Uh, Kippen, kippenbordjes hoor ik altijd. Ja, yeah, maar dat is en... vooral als het gekookt is, is het, uh, want oh, het krijgt ja. een andere structuur. En uh, bij, bij, bij de Fokstar kreeg ze dat wel. En op een gegeven moment werd ze, werd ze mager. En toen heb ik het er met de dierenarts over gehad. Die zei: Ja, ja, ja. En ze zeggen wel eens. Uh, uh, sommige van dat rolvoed dat het niet altijd uh, zo goed is voor uh, dieren, dus toen ben ik uh, overgegaan uh, op, gewoon brokjes. Lekker op uh, ja. opvoer. Als jij op vakantie gaat, wat doe je dan met de naam? Nee, altijd. <laughs> altijd, <ja. laughs> overal natuurlijk. Ja, 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 tenzij het gewoon echt niet kan en dan heeft ze oppas. Oh ja, en dan ja. bij een van je, ja, van je een van vaste... de twee vaste oppassen. Ja, ja, ja. ja. Um... Ja, deze hond is natuurlijk jou, jouw lust en je leven. Mm -hmm. hoe, hoe is voor het eerst een hond in jouw leven gekomen? Had je dat al van, van kind af aan? Of, ik had, of toen ik er... heel klein was, hadden we katten. En ik denk dat ik mijn eerste hond gekregen heb toen ik negen of tien was. Oh ja. ja. Oh, dat is ook ja. wel een mooie leeftijd, toch? Ja. ja. Weet, Weet je, je... nog wat, voor, wat dat voor jou betekende als kind? Ja, en ik... Uh, um... Knuffelen? Ik denk, ja. ik zie dat nu mijn uh, kleinkinderen hebben net uh, een, uh, een hond uh, gekregen. Althans, het gezin heeft een hond gekregen. En ik ben verbaasd om te zien hoe snel die binding is uh, tussen kinderen en hond. Het is een soort uh, troost, maar ook blijdschap. Je kan alles met zo'n dier delen. Zonder dat er. Ik denk dat dat. Uh, um, je hoeft niet met zo'n hond. Zo'n hond is er gewoon. En. Is altijd lief, ja. eigenlijk. Ja. Ik vertelde als kind ook wel mijn geheimen aan de hond. Dat omdat geloof ik. ik zeker. Ja. Weten, wist. We worden toch niet doorverteld? Nee, precies. Ja. Nee, maar dat is zo. En uh, troost is er natuurlijk altijd ja. bij, uh, bij een hond. Uh, maar ook als je blij bent en je kan rennen. En je, nou, er is een leuke escape. Uh, zeker als je iets ouder bent, uh, stiekem rondjes lopen uh, in de straat waar je vriendje woont. <laughs> ja. Ja, ja dus, uh, dus dat was mijn eerste hond. En daarna heb ik altijd honden gehad, uh, één of twee tegelijk. Ja. Ja. Oh ja, dus jij kan ook echt gewoon niet meer zonder niet nee. uh, Ik heb het een tijdje, omdat ik zo druk was en de hond niet mee kon, uh, geen hond gehad. Ja. En uh, ik heb destijds ook toen ik Naan uh, nam, heb ik gevraagd: mag ze mee naar de studio? Want anders ja. had ik het niet gedaan. Een hond maar had alleen je maar... hond dan niet gedaan of het werkt niet? Hond. <laughs> nee, dat was heel schattig wat bij... Ik had het bij... Ik, ik deed toen nog zeker iedere week uh, uh, tijd voor Max. En... Uh, dus toen zei ik van, ja, mag ze dan mee? En toen zei ze, ja, op één voorwaarde... dat ze Max gaat heten. <laughs> oh ja, echt? <laughs> dat was oh, een grapje, maar... Ja. Overigens, over die naam gesproken... heette ze al naam? Nee. 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 Weet je nog hoe ze heette? Ja, Maam. Ze heette Maam. Dat en dat was verschrikkelijk. De... M. Oh ja, dus... Friese hond. Oh ja, mam, mem, ja. Ja, en ja. Uh, dat vond ik, ja, vond ik niet een naam die bij haar paste. En toen dacht ik, het moet iets zijn wat in klank, omdat ze al ja. twee was, erop lijkt. En uh, ik vond het leuk om in ieder geval iets met eten. Dat vind ik altijd leuk, iets met eten. En het is eigenlijk een soort combinatie. Ik heb uh, toen ik 16, 17 was in Kibbutz Na'an in Israël gezeten. Oh. Dus het is een combi van die twee. Wat ja. ja. grappig. Ja, ja. En hebben al je handen, andere honden dan ook een, een eetgerelateerde naam uh, Nee, maar ik heb me uh... Of je kinderen. <laughs> Brood hier komen. <lacht> <Ja>. <lacht> nee, ik vind het altijd heel leuk als honden een uh, naam hebben die uh, uh, iets met eten te maken ja. hebben. Terwijl het nog wel net een naam is. Ja, precies. Uh, ja. Ja. Heel leuk. Leuk gevonden. Ik ga jou voorleggen Jannie's dilemma's. Oké. Okay. Te streng? Of te makkelijk? Bij de hond bedoel je? Ja. <laughs> te makkelijk? Ja? ja? Ja, ik ben niet heel streng. Nee. Je nee. Je Want daarom, ik bedoel, zij heeft het voor elkaar gekregen dat ze op bed mag, ja. op de bank mag. Ja. ja. Uh, laat jij naan uit of naan jou? Dat weet ik, al een ik beetje. Ik laat naan uit. Ja. Ja. Ben jij gezonder of naan? Um, Denk eh, dat we even gezond zijn. Ja. Ja, dat we er allebei goed op letten. Tenminste, ik let er voor haar ook op, Laat ik ja. het zo zeggen. Ja. En hoe uitziet dat dan? Nou, dat, dat ik uh, wel in de gaten hou wat ze eet. Uh, dat um, ik merk dat zij heel slecht tegen tussendoortjes uh, uh, kan. Als uh, Op locatie dat mensen er dingen willen geven. Ja. Dus ik, ik let er wel op dat ze gewoon goed eet. Maar vind je het dan ook moeilijk? Want dat heb je natuurlijk ook wel vaak dat mensen zeggen van mag die dit of dat ben je dan wel in staat om nee te zeggen ja dan zeg ik wel nee liever ja. niet ja. Nee. Ja. nou ja dat vind ik dan wel knap dus je hebt ja. toch wel iets, uh, ja. iets van uh, rug <laughs> ja. ja en dit is denk ik een hele moeilijke maar uh, als je het zo vertelt dat je zoveel uh, dieren hebt gehad is naam de liefste tot nu toe het is in ieder geval de uh, makkelijkste tot nu toe Het uh, ja. is de makkelijkste hond die ik ooit gehad heb ja en zijn ja. er nog honden bij waarvan je denkt: oh, daar had ik wel ook echt iets heel speciaals mee? Ja, ik denk. Um, ja, ja, met een aantal. Ja, ik heb met mijn honden natuurlijk iets heel speciaals gehad. Ja. Maar ik denk: uh, Davy, dat was een uh, ruw haar basset. Ja. Een voof, een, uh, ja, een voof de Bretagne. Die is zestien geworden, is best oud voor ja. een volf. Een en daar heb ik zoveel mee meegemaakt dat uh, toen die, dat vond ik heel erg dat hij er niet meer was. Ja, ja. En dat was, dan in, dat de was de in de tijd. Nou ja, ook uh, die heeft de periode van scheiding meegemaakt en uh, de overlijden van mijn ouders. Dus dat is iets waar je dan zo, die was er altijd, die voelde alles. Ja. En dan kwam die neus zo, uh, ja. Trouwst, ja. Hond ja, Mooi. ja dat is wel bijzonder. Um, aan de lijn of loslopen? Zelf? het liefst loslopen, ja. ja. maar er zijn gebieden moet ze aan de lijn. en, uh, nou en ik er... heb een, 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 een hondenriemetik. heb jij een hondenriemetik? Ja. verzamel je die of zo? nou ze heeft een heleboel, heleboel verschillende ouders. Ja, ik zag wel, toen jij hier no, aangewam, ik heb het buiten, ja. Dat... maar je hebt dus een hondenriemetik terwijl je <laughs> Terwijl je de hond niet aan de lijn doet. En dan gaat het om de riem of om de halsband? Nee, dat moeten setjes zijn. Ja. Oh, oh, sorry. Nee, dat zijn setjes. En dan heeft ze er ook nog een uh, bijpassend poepzakje aan. Of, uh, ja, want ja, je had een heel mooi... Het leek een soort sigarettenkokertje. Ja. Yeah. Wat jij had, van een beetje zebra-stijl. Uh, yeah. Ja, en dat... Uh, ja. dat... Oh, oh, oh. Ja. Oké. Ehm... Uh, okay. um, ja, en dan speelgoed stokken doet ze ook niet? Nee, stokken doet ze ook niet. Nee. Dat probeer ik iedere keer, want dat vind ik zo leuk, zonder ja. stokken. Nee, doet ze niet. Nee. Um, wij hebben het net al heel eventjes gehad over Edgar en Cooper. Mm -hmm. Ik heb een van de eigenaren van dat bedrijf ontmoet en daar heb ik ook een boswandeling mee gemaakt. Oh, uh, En jij, jij zei het al, het is uh, niet alleen uh, graanvrij, maar het is ook een dierenvoedingsmerk uh, dat heel erg bezig is met uh, duurzaamheid. Ja. Uh, gaan we samen even kijken naar dat gesprek. Oké. Okay. we hebben het al gehad over uh, jullie liefde voor dieren, voor de planeet. Maar nu begrijp ik dat jullie ook een stichting, een foundation hebben opgericht. Klopt. Um, toen we begonnen zijn met Edgar en Cooper hebben we snel beslist, eigenlijk nog voordat we onze eerste verpakking gelanceerd hebben, om eigenlijk iets terug te doen voor andere dieren die het niet zo goed hebben als onze twee honden. Die hebben voeding, als ze ziek zijn kunnen ze naar een dierenarts, ze hebben een dak boven hun hoofd, ze hebben comfort, ze hebben toegang tot water, alles wat ze willen. Maar als je kijkt en eigenlijk gaat kijken in de wereld, dan zie je dan veel honden en katten dat geluk niet hebben. Eh, wij hebben eigenlijk een grote droom, dat is eigenlijk alle honden en katten in de wereld een goed leven te geven. En dat klinkt misschien zeer ambitieus, ja. maar dat is ook al onze doelstelling om, eh, om dat eh, waar te maken. Maar hoe pak je dat dan aan? We zijn eigenlijk gestart van in het begin met onze Edgar Cooper Foundation. Eh, dat is eigenlijk een onafhankelijke vereniging die eigenlijk elk jaar 1% van de omzet krijgt van Edgar Cooper. Die Foundation had dan op zoek naar projecten wereldwijd om in te investeren. We hebben selectiecriteria dat we vooraf gemaakt hebben met de Foundation. Dan wil ik projecten gaan selecteren en gaan aftoetsen naar die selectiecriteria. Een van de belangrijkste is duurzaamheid. Het project moet na onze financiële investering op zichzelf verder kunnen. Een voorbeeld daarvan is Sri Lanka. Het is een mooi vakantieland om naartoe te gaan, maar eigenlijk een land waar er veel, veel dierenleed is. De uh, cijfers spreken van ongeveer 4 miljoen straathonden. En die straathonden hebben niet het geluk zoals onze honden hier in Europa. Hier in Europa, als een hond uh, overreden wordt op straat, uh, dan gaat er normaal gezien wel iemand die hond naar de dierenarts brengt, dan gaat er een dierenarts gaan helpen. Daar heb je dat niet. Uh, die hond had dat blijven liggen en gaat zelfs doodgaan. En eigenlijk in Unawatuna, is een klein stadje naast de zee, uh, is er een uh, Duitse vrouw die eigenlijk uh, daar op vakantie was. En eigenlijk, uh, zij had ook dat dierenleed gezien we zijn allemaal één of twee honden binnen in haar huisje dat ze huurde op dat moment op vakantie. En toen had ze vertrok, zaten er haar tien honden. En ze had de keuze ofwel dat huisje verder huren ofwel die honden terug op staal te zetten. Ze heeft dat huisje verder gehuurd voor zes maanden. En na zes maanden heeft de huisbas gezegd: Ja, het zijn hier veel te veel honden, moet weten. weten. Zo heeft ze dan Ze heeft er een kliniek gestart in Unawatuna. En ze heeft daar haar persoonlijk geld in geïnvesteerd in die kliniek. En wij zijn dan ook later ingestapt in dat project. En wanneer zijn jullie tevreden? Wij zijn tevreden wanneer we zien dat het een positieve impact heeft op de hond en de kat. Maar vooral als het project duurzaam is. Dus zodra wij ons terugtrekken, dat het project verder kan leven zonder ons. Dat is een van de belangrijkste parameters. Ja, ben jij wel eens bezig met, het, uh, met, het, met de impact van een hond, wat die heeft op het milieu of op, de, uh, ja, op het leven? Ben ik daar bewust mee bezig? Nee, ik vind wel dat. Um, maar dat is meer dat ik het vind dat de hond uh, buiten moet zijn. Dat je niet veel ja. honden in de, in de stad moet hebben. Omdat ja, daar is de stad denk ik niet helemaal voor gemaakt. En de hond uh, zelf uh, ook niet. Ik, uh, het is best lastig als je ergens drie hoog achter woont. Ja. En je hebt een hond. En uh, nou ja, waar laat je inderdaad uh, al die. Uh, die trollen. Ja. Yeah. Ja. ja, maar maar ruim jij ben jij een ruimer? ja je hebt wel een hoop zakjes ja. daarbij, ja 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 dat scheelt natuurlijk al een hondendrol voordat hij een keer weg is, ja dat duurt lang, super lang, ja dus ja. ik vind en dus, het is een ik kleine ik moeite, ja. ik weet je de allereerste keer heb je gene, denk ik als je dat voor het eerst doet dat je denkt oh en nu ja nee ik zit ja. er totaal niet mee, nee, nee ik heb het ook helemaal niet meer en de, weet je de hond die zit zelf ook als er stonden bij, ja dus dat is inderdaad ja. Ja. Maar die gaat, deed jouw hond net ook, gaat met ja. zijn rug naar je toe. Ja. Dus er is toch ook bij die honden een soort gene, denk ik. Ja, ik weet niet of je wel eens naar die kop als je ze aankijkt. Als ze dat ze in. echt zo uh, uh, weg. Ja. afijn. Ja. Ah, fijn. Dus wat dat betreft ben je in ieder geval ja. wel. Uh, maar ik vind, vind ook wel dat je um, bewust moet zijn wat je je hond te eten geeft. Want ja. dat heeft ook natuurlijk direct te maken met zijn ontlasting. Ja. En uh, ik vind dat je uh, mensen moet je geen rommel voorzetten, maar honden ook niet. Nee. Heel duidelijk. Um, ik wil het even met jou hebben over vakantie, die we net al heel eventjes uh, benoemden. Ze gaat altijd mee op vakantie. Ja. Kan jij haar? Is ze, ze is niet klein genoeg voor het vliegtuig hè, in de cabine. Of nee, ik ergens? heb nooit met haar, moet ik eerlijk zeggen, gevlogen. Nee. Nee. Dus ik weet eigenlijk niet. Het is tot 10 kilo, dan moet ze even een kilo afvallen, denk ah. ik. Dat je, <laughs> dat je ze in de cabine mag. Ja, ja. ja je moet ook nog zo'n mandje. Ja. Dat weegt ook nog wel wat, dus dat. Uh, uh, en als jij um, dan op vakantie gaat met haar, hoe, hoe gaat dat dan? Alles mee, eigen voer mee? Ja. ja, ik neem eigen voer mee, omdat ik niet wil dat um, als zij op ander voer overgaat, dat ze, daar, dat ze daar last van heeft. En, um, dus ik heb eigen voer mee. Um, ik heb het geluk dat ik een huis in Frankrijk heb, dus oh, daar heb ik spullen oh, staan. Yeah. Dus uh, ja, zij vindt het daar heerlijk, want de deur staat daar altijd open en daar uh, kan ze de gang gaan. Yeah. Is dat dan nog meer misschien een, een plek voor haar dan, dan thuis? Ik merk wel dat ze altijd onmiddellijk heel blij is als ze daar is. Ja. Ja, ja. En hoe gaat dat onderweg? Ja, dat is dus echt heel gek. Daar heeft ze totaal geen last van. Nee. nee. Ligt ze dan in de bench in de auto? Of, uh, uh, in tegenwoordig, want ze, normaal gesproken zit ze in de bench in de auto. Ja. Doe ik altijd uh, alleen die, die, uh, die rit? Zet ik er nog wel eens bij mij voor in en dan zit ze uh, beneden oh, uh, daar of zo. Ja, ja daar beneden. Ja, Lijkt ze het gaat er niet op de stoel. Ja, het, maar dat vind ze ook lekker. Ja, en ik heb het één keer gehad dat ik in één keer dat was toen met uh, uh, de avondklok. Oh, toen was ik had ik kwam ik in enorme files terecht en toen dacht ik: Oh, ik moet door, Ik kan nu niet stoppen. Ben ik in één keer doorgereden in zeven uur. En dat kon ze. Fantastisch. Ja, ja. We hebben niet eens gestopt, niet eens plasstop. Nee. Zo. Ja. Top ja. hond. Ja. Um, en heb je dat altijd zo gedaan met al je honden? Je zijn eigenlijk... Uh, oh. Maar ik heb ook wel honden gehad die um, uh, dan uh, naar oppas gingen of een pensioen. Oh. Ja. Ja. En ik weet dat ik bij Davy, waar ik het uh, over had... Um, die had ik één keer in een soort kennel. Nou, die heeft me echt twee dagen niet aangekeken. Die was echt zo boos op me daarna. Ja, die was echt beledigd. Van, dit, dit doe je niet ja. nog een keer. Dus ja. dat heb je toen ook niet meer dat heb ik gedaan. ook nooit meer gedaan. Nee. Nee. Nou ja, ik ervaar wel eens als ik met vakantie ben... dat ik dan wel ook iets meer vakantie heb... als ik even niet in de hondenroutine moet. Ja? Ja, nou, nou dus... kijk, het voordeel is als ik um, met haar in Frankrijk ben... Dat ik ook niet um, met haar uit hoef, want ze gaat zelf. Uh, ja. Dus dat scheelt ook. Ja. Ze gaat gewoon terrein op en ze loopt de rondjes. En, uh, Heerlijk. Ja. En hondenleven. Ja. Ik heb nog een heel klein uh, quizje uh, okay. voorbereid. Uh, er valt niks te winnen. Er <laughs> valt wel, wel wat te verliezen. Even, dat, dat je goede naam, op. je ja, eer. <laughs> um, het is een uh, waar of niet waar. Voor je hond moet je een aansprakelijkheidsverzekering afsluiten. Ik denk het wel, ja. Ja, heb je hem? Ja, volgens mij wel. Ja, ja, <laughs> ja, ja toch? Ja, ik mag het hopen. Ja, ik denk dat je dat sowieso moet ja, doen. Zeker. Ja. In veel Europese landen en regio's uh, is het uh, geregeld dat je dat inderdaad uh, moet doen. Die zijn verplicht hondenbezitters dus voor uh, zo'n uh, zo uh -huh. aansprakelijkheidsverzekering te hebben. En je kan zelfs in sommige landen een boete krijgen als je die niet op tijd afsluit. Oh echt ja? Ja. Um, is naam gechipt vast? Ja. Uh, Honden is verplicht in heel de Europese Unie, waar of niet waar? Ik weet niet of het in de hele, ik uh, denk het niet. Wel, ik weet het wel. Ja, ja het is wel verplicht, ja? uh, maar we weten natuurlijk ook allemaal dat er toch mensen ik kan het zijn Ik wou net zeggen, als dat... je kijkt in Spanje en in uh, ja. Portugal, ja. Yeah. Ja, Griekenland, al die zwervelen, ja. dat is natuurlijk uh, niet... Maar ja. ja, in principe uh, is het natuurlijk heel belangrijk dat je dier geïdentificeerd kan worden. Ja. In hele erge gevallen, maar natuurlijk ook gewoon als een keer weggelaten ja. of iets dergelijks. Um, dieren moeten een paspoort hebben, verplicht, waar of niet waar? Uh, ja, ik heb een paspoort voornaam. Ik denk als je de grens overgaat, dat je het moet hebben. Ja, sowieso. Uh, want je krijgt het, uh, nou ja, zeker ook als je een stamboom uh, hebt ja. bijvoorbeeld. Dan, uh, uh, en het is heel handig voor de dierenarts, hè, want het is natuurlijk twee vliegen ja. in één klap. Ja, precies. Uh, en verplicht dat honden een Europees hondenhuisdierenpaspoort uh, hebben. Wanneer je op reis gaat buiten de Nederlandse grens. Dus dat klopt ook als een zwerende vinger, zoals jij weet. zegt. Ja. Uh. Um, honden zien alleen zwart en wit. Waar of niet waar? Ja, dat vraag ik me wel eens af. Uh, ik, ik denk dat ze kleur zien. Nee, dus. <laughs> ik denk het wel, want ze heeft voorkeur voor bepaalde kleuren. Nee, maar ja, in... het, is ja. Een, uh, het is dus een, een mythe dat honden kleurenblind zijn. Maar het is wel zo dat ze bepaalde kleuren niet kunnen zien en ja, bepaalde ja. kleuren wel, wel kunnen zien. Want ja, ze hebben. Ja. Ik heb het toevallig helemaal op zitten zoeken laatst. Uh, en wij hebben dan weer onze cilinders die staan ja. anders, waardoor wij alle kleuren kunnen zien. Als en zij kunnen is. een paar kleuren zij zien. Zij kunnen maar een paar kleuren ja, ja. Uh, zien. Waar of niet waar, een hond van één jaar is in mensenjaren zeven jaar. Ja, dat, dat, volgens mij zijn de laatste berichten daarover dat het niet waar is. Klopt, het is uh, veranderd. Iedereen zegt het altijd. Yeah. En dat komt al uh, vanuit de 13e eeuw, dat mensen Zo dat oud, uh, yeah. zeiden. Yeah. Uh, en het komt waarschijnlijk er vandaan dat je pup heel snel ouder en ouder wordt. Maar die regel van uh, zeven jaar en drie voor katten, dat is helemaal niet precies. Nee. Het heeft echt van invloed uh, hoe groot je hond is. Precies. Uh, en, en in wat voor conditie die is. Dus uh, net, ja. als, uh, net als met mensen. Ras en genetische samenstelling heeft daar ook nog mee te maken. Nou, kijk eens. Zeg, die lekkere krullenkop van jou. Ja, die ligt nu uh, daar. Die, die ja. ligt heel daar. daar en, de, en die van mij is ook. Uh, ja, het heeft wel veel haar hè. Ja, het heeft zeker veel haar. Besteed je veel uh, aandacht, want je de mooiste riemen moeten erbij. Maar besteed je ook veel uh, aandacht aan haar vacht? Uh, nou, ze heeft honden shampoo. Uh, ja. Daar moet ze af en toe uh, wel uh, als ze ergens inrolt. Ja, dat hebben alle honden. Ja. Um, Heb jij is nou, die speciale tackle gaat... uh, glitter shampoo. Nee, nee <laughs> Daar ben nee. ik alweer nee. in gestoken. Oh, oh, echt? Nee. Ja? <laughs> nee, nee. Ze heeft uh, hondenshampoo uh, ja. van de dierenwinkel. En ik borstel er. En uh, ze gaat twee keer per jaar of nou, soms drie keer naar uh, de, de trimster. En ja. dan wordt ze, denk ik, net de standkor geplukt? Geplukt, ja. ja. Hoe werkt maar het dan precies? moet het wel loszitten. Ja. Hoe uh, heette en... dat nou? Plukrijp. Ja, precies. Dat ze zegt: het moet wel loszitten, zijn. want anders doet het of pijn. Ze is, ze is heel makkelijk bij uh, de trimster. En ik heb haar ook wel eens een keer laten trimmen ergens. En die had kennelijk niet zoveel ervaring met, uh, met tackles. En die was gaan knippen, maar dat oh, ja. was niet... Um... Nee, maar ze is niet helemaal echt ruw-ruw, hè? Ze heeft ziet. eigenlijk voor uh, een ruw haar, heeft ze, heeft ze zacht een beetje bijna krulletjes. Ja. En dat zou stug moeten zijn. En dat is het bij haar niet. Nee. Oh, is er toch ook nog iets niet gelukt aan haar? <laughs> Gelukkig maar. Net als bij mensen, Ja. ja. Ze hebben allemaal wel wat. Het is beter. <laughs> ja, die perfecte mensen zijn nooit echt nee. leuk. Of saai. Uh, poets je haar tanden? Nee. 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 Ik had het laatst met iemand over en die, uh, die, die, die poetste tanden. Terwijl ik denk, ja, ze krijgt goed eten en uh, ja. Uh, uh, botjes. Um. Ja, dat is goed tegen tandstenen. Hè? Ja. Ja. Uh, Vijl of knip je haar nagels? Nee, doe ik niet. Maar ik vraag wel vaak, omdat ze eigenlijk altijd in het bos loopt. Zacht. Nou, ze heeft lange nagels. Ja. Dus dan... Uh, ja, dat die ondergrond wel... is zacht, dus daar slijt ze Ja, sluit precies. Niet. Dus dan moet ze echt wel... Uh, dat moet wel in de gaten gehouden worden. Vindt ja. ze niet echt heel leuk. Uh, ze gaat niet bijten of zo, maar ze trekt wel de pootjes terug. Ja. De laatste vraag die ik altijd aan mijn gasten stel, is... Welke geluksfactor brengt jouw hondje? In de schaal 1 tot en met 10. Uh, ja, zij zit wel uh, op een 10 hoor. Ja. <laughs> ja. Ja. Daar hoef ja. je niet voor te schamen hoor. Want ik heb maar één iemand die een negen gaf. En dat was een kat. Oh echt? <laughs> nee ze zit Ziet. echt op een tien. Uh, ja. En ik, ik had er laatst mee naar um, Heel Holland Bak Kids. Uh, en daar is, dat, dat werkt zo goed. Want uh, als kinderen gespannen zijn. Ja? En, uh, of verdrietig zijn. Ja dat werkt meteen als een bliksemafleider, Ja. Dus dan zie je dat zo'n hond ook een functie heeft in een groep. Ja. Mensen op kantoor schijnen ook aardiger tegen elkaar te zijn als er een hond rondloopt. Ja, ik ben ook heel erg voor een kantoorhond. De kantoor uh, kantoor ja, ja. ja. Ik heb er wel een keertje eentje meegemaakt. En uh, op een gegeven moment begon wel iedereen van elkaar te denken dat hij wel uitgelaten werd. Oh ja. <laughs> uh, dat was een beetje ingewikkeld. Dus daar zou je dan wel een soort schemaatje ja. van moeten maken, denk ik. Ja. Maar op zich, dat beest, dat was inderdaad. Nee, maar het is heerlijk. Ja. ja. Janni, <laughs> je bent gewoon een zielsgelukkig mens met naam. Ja, ik ben absoluut een ja. zielsgelukkig mens. ja. Dankjewel dus dat je het uh, verhaal uh, hebt gedeeld. Ik heb nog een cadeautje voor je ergens. Oh. Oh. Um, ik denk dat het namelijk gewoon hier buiten staat hoor. Kijk nou. Kijk nou. Eens. Een Kijk cadeau nou. Oh, waanzinnig. Ja. Oh, maar dit is leuk. Oh, dat ja. is echt leuk. Gewoon... En uh, ik heb net, uh, want uh, ik heb er ook eentje en ik dacht, oh, Tante Corrie die kan dat niet. Uh, kan oh, maar die wij? Maar die gaat gewoon op de pootjes staan en die gaat hier gewoon uit zitten drinken. Dus ja, maar is dit is ook leuk. een perfect ding om op vakantie mee te ja. nemen. Dan heb ik meteen de uh, eigen box. Ja. Helemaal voor jou, Naan. Nou, Dings, hey, kom wel, eens even je kijken. Moet, ja, je moet Naan even, kan dat nog heel even dat je er even laat zien? Kom eens, Naan. Kom eens hier. Kom maar. We hebben het wel. Oh, kom hier bij mij. Kom eens hier, kijk eens. Ja, kom eens hier. ga er maar lokken. Kom maar. Hier, kom eens hier. Eén, twee. Oh. Hé. Oh. Hey. Eh, oh. eh, eh, daar eh. is uh... Oh, kom je er? <laughs> <laughs> Dit is heel ingewikkeld. Ze Ach, zit vast. Koffiehond. Kom maar, ja. Goed zo. Kijk, eh. ah, kijk ja. eens. Kijk eens naar. Wat heb je daar gekregen? Oh. Kijk eens. Kijk eens hier. Oh. dat je wel. Dat lis jij wel, hè? Hier. Ja. En krijg ik ruik nog meer. Hoe ruik hier hier ja. iets? Nee, ze neemt ze niet kijk eens. Kijk eens hier, kijk eens. Wat zit hier allemaal in? Oh. Ik zit op een glijtafel. Ik ja, vind ze helemaal niet leuk. Nou, maar dat, hier ben jij wel blij mee, hè, Naan? Ja. Ja, oh. Na gaat zich lekker installeren. Oh, maar dit stond niet. Kun je ook geen genoeg krijgen van onze honden- en kattenverhalen? Abonneer en of like de podcast in jouw favoriete podcast-app of op YouTube. En mis de volgende aflevering niet.